Yo mensen van Dayo, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video hier op het kanaal. Mijn naam is Jorn en vandaag is het tijd voor een gloednieuwe aflevering van Geocacher. Vandaag gaan wij weer terug naar de oude game mode, dus gewoon weer raden waar je bent. Vandaag beginnen we met een speciale map, dat is F1 Tracks 2023. Dus dat zijn alle tracks, dus alle racebanen van dit jaar, van dit seizoen, moeten we raden waar die zijn. Dus let's go. Oké, gelijk op de eerste. Beland. Het ziet eruit als Italië. Het is Monza. Staat ook op de tribune. En je kunt het natuurlijk herkennen aan het podium. Maar nu is het belangrijkste. Waar ligt dit? Ik dacht hier, want volgens mij heet het eerst ook de San Marino Grand Prix. Imola. Imola is de Emilia-Romagna Grand Prix. Shit, waar is Monza dan? Mag dat niet dicht bij elkaar? Ik weet het niet. Ik weet niet meer waar Monza ligt. Zo. Nou, ik ga het dan maar gewoon neerzetten op Imola. Ik weet dat het niet goed is. Lag bij Milaan. Ja. Staat er ook best groot op eigenlijk. Als ik gewoon even rond had gekeken, had ik dit ook best kunnen zien. Ja. Volgende ronde. Dit is Brazilië. In de pitlane. In Sao Paulo. Maar dan moeten we nog de baan natuurlijk vinden in Sao Paulo. Ik weet niet waar het ligt. In Sao Paulo. Goh. Nee, ik weet niet precies waar de baan ligt. Dus ik zet hem gewoon hier neer. Interlagos natuurlijk. Oh. Nou ja, hier is geen track te zien. Maar ik weet toevallig wel waar het is. Dit is natuurlijk de Las Vegas Strip. En daar gaan ze dit jaar racen voor het eerst. Dus daarom zien we op deze Street View natuurlijk nog niet zoveel. Moeten we alleen even kijken waar in Las Vegas dit dan precies is. Even kijken hier. MGM. Ik denk dat we hier zijn. Ah, shit. MGM Grand. Ah, MGM zelf. Alles heet daar MGM blijkbaar. Weet ik het. Ik heb hem goed. Ik zit best dichtbij. Hoeveel punten hebben we tot nu toe? Oh, we zitten op 14. Oké. Oh, is dit Suzuka? Japan? Ja, dit is Suzuka. Ja. Japan. Maar waar ligt Suzuka? Ik weet niet waar Suzuka moet liggen. Ik ga hem daar neerzetten. Oh, ik zit ook nog best wel dichtbij. Suzuka Circuit, yes, hier goed. Hey, ik zat in ieder geval sowieso in een goede regio, dus ik ben zeer tevreden. Dit is Silverstone. Staat ook groot mooi op de dingen. En je kunt het natuurlijk zien aan het pitgebouw. En een mooie auto die hier rijdt. Dit is de ene laatste bocht bij Silverstone. Maar ik weet, waar ligt Silverstone? Ik snap, dat ligt bij Milton Keynes in de buurt, toch? Ik ga hem hier neerzetten. Andere kant. Dit is jammer. Het staat hier ook best wel groot, Silverstone. Ik ben er gewoon net langs gegaan. Jammer. Ik ben alsnog best wel zeer tevreden over de score. En we gaan hem gewoon nog een keertje doen. Waarom niet? Dit is Zandvoort. Nou, het is een oude foto van Zandvoort in ieder geval. Kijk hoe de baan erbij ligt. Dat is niet zo moeilijk waar Zandvoort ligt natuurlijk. En dan zijn we op de straight. En ongeveer hier. Yes, volle punten. Nice. Volgende ronde. Dus weer Sao Paulo. Nou, ik weet inmiddels waar deze baan ligt. Dat is hier. Moet ik alleen nog even weer achterhalen. En dan zijn we deze bochtencombi, dacht ik. Ja, als je de baan logisch volgt, dan zijn we zeg maar eentje verder inderdaad.
Maar prima, volle punten. Dit is... Weer Monza? Nee, dit is niet Monza. Dit is... Mexico, volgens mij. Ja, stadion zit hier. Dit is Mexico. Dan in Mexico City. En ik dacht dan... In ieder geval zeggen, het zat best wel in de stad. En dan waren we volgens mij hier. Guess. Ah, 2 punten eraf. Ik was veel verder terug. Jammer, jammer, jammer. Volgende. Alpine, Sony, Bridgestone. Is weer ze zoeken. Ze zijn niet echt creatief om echt nieuwe banen erin te doen, hè? Hoppa, volle punten. Ah, dit zijn makkelijk puntjes binnen slepen, dit. Is weer Silverstone. Dan weet ik nu ook waar het ligt. Kijk, hier leer je ook even, dit is ook gewoon even een... hoe heet dat? Een topografie lesje. Weet je wel, dan leer je dit ook allemaal weer. Dan staan we op deze weg, denk ik, hier. Nou, volle punten. Weer 5 rondes gehad. Ik ga hier veel te snel doorheen zo. Few results. Gewoon op 2 punten na, dat is... Welke is dat geweest? Dat is deze. Nummer 3. Waar was nummer 3? Op Mexico City. Als ik hem gewoon goed aan de bocht had gezet, had ik gewoon een volle puntenronde gehad. Maar ja, helaas heb ik dat niet. Ja, we gaan nu gewoon nog even een normale ronde doen. Oké, aangekomen in weer een doodnormale geocache. Dus we gaan nu gewoon in de wereldmap en gewoon even kijken waar we zijn. Dit ziet eruit als Londen. In ieder geval Engeland, want er zijn heel veel over EU en daar zijn ze natuurlijk uit. Wij zoeken gronden en projecten.be. Of het is gewoon Brussel, weet je wel, daar zit natuurlijk de hoofdkantoor van de Europese Unie. Dat kan natuurlijk ook. We gaan gewoon gokken. En dan zitten we een beetje, nou, ik vind hier wel mooi. Ah, we zaten op Rue de la Loye. Natuurlijk, dat wist ik, maar het moet een beetje spannend blijven. Volgende ronde. Ik zie al huizen staan wat een beetje lijkt op richting Zweden. In ieder geval Scandinavische huizen. En rood is meestal Zweden, dacht ik, die huisjes. Gele borden, is dat Finland of Zweden? We kunnen maar 1 keer gokken. Ik zit een beetje hier daar, bij Uppsala. Het was wel Finland. Dus eigenlijk altijd deze game ben ik wel achterkomen, is het eigenlijk altijd wel Finland. Waarom ga ik dat toch nooit voor? Dit ziet eruit als... Ja, als wat? Australië misschien. Glenfield Center, Albany, Birkenhead. Ja, dit klinkt toch wel een beetje... Australisch, dus dan zet ik hem daar ook neer. Of Nieuw-Zeelands. Dat kan ook. 773 punten, maar dit is zo'n domme fout. Als ik het niet aan de tekens kon zien, had ik het al aan de auto's kunnen zien. Allemaal van die mini-fans. Is het dan gewoon Japan? Ja, dat was Japan. Nice. Next. Dit ziet eruit als elk willekeurig land. Als het luxe weer is, behalve Nederland. Ik zat eerst nog wel een beetje te denken aan Engeland, maar... Dat denk ik ook weer niet. Ik zag net 30 staan. Het klinkt dan weer als 30 km per uur. En kilometer per uur wordt natuurlijk niet gebruikt in Engeland. Die een andere taal erbij staan. En ze niet .co.com gebruiken ze altijd voor Engeland of UK.com. Zoiets dacht ik. En dat stond net niet op die bus, dus... Of Wales, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen met die gekke taal. Ik moet echt beter na gaan denken voordat ik zo'n ding neerzet. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Heb ik een keer wat meer rondes gedaan dan normaal. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Hier beneden staan 2 video's naast mij. Daar kun je naar kijken als je het wilt. En zoals ik dan altijd zeg, tot de volgende keer. Laters.